In Veghel kunnen een hoop kinderen, ondanks dat het kerstvakantie is, toch hun energie kwijt. Leerlingen van groep 7 strijden deze week namelijk traditiegetrouw voor de Veghelse indoortitels. Dit jaar is het zaalvoetbaltoernooi op 3 januari en morgen is het basketbaltoernooi voor de dames. En dat toernooi wordt gespeeld in de gymzaal van het Zwijsen College. Maar er werd dus afgetrapt met het zaalvoetbal voor de jongens. En dat gebeurde in sporthal De Bunders. We zijn vanmorgen om 9 uur begonnen. Dadelijk om 3 uur beginnen de finale wedstrijden en die eindigen om 4 uur. We hebben hele mooie wedstrijden, geen hele spannende wedstrijden. Het zijn 4 pools. Elke pool heeft dadelijk een winnaar. En die 4 winnaars die strijden dadelijk om de plaatsen 1 tot en met 4. Alle scholen uit Veghel en omgeving zijn welkom om deel te nemen aan het toernooi. Elke school die heeft een sportvertegenwoordiger, die zit in de sportcommissie. Die krijgen een uitnodiging om een groep 7 op te geven. Uiteindelijk komen de uitnodigingen binnen bij ons. En wij zijn vandaag met z'n drieën verantwoordelijk voor de organisatie van dit toernooi. Dat ben ik zelf, dat is Alice en dat is Kees Faber. En wij gaan bij elkaar zitten en wij maken 4 pools. Vandaag doen er uit mijn hoofd 12 scholen aan mee. Sommige scholen hebben 2 voetbalploegen. Er doen uiteindelijk 16 teams mee. De organisatie hoeft de scholen nooit echt over te halen om mee te doen. Helemaal niet, er wordt altijd super enthousiast op gereageerd. Het leeft ook enorm. Ik kan zien hoeveel ouders er vandaag hier op de tribune zijn om hun kind aan te moedigen. Dan denk ik ook dat ouders daar op een goede manier mee bezig zijn, absoluut. In het tv-journaal van morgen komt het basketbaltoernooi voor de meisjes aan bod.